De Sint-Jozefschool Basisonderwijs in Meeren telt momenteel 570 leerlingen. Die leerlingen zitten in 27 klassen. We willen de interne communicatie tussen leerkrachten, maar ook de communicatie naar ouders verbeteren via de website. Dankzij het gebruik van SharePoint Online kan de school de website op elk moment aanpassen en documenten uitwisselen. Bijvoorbeeld om aan de ouders te vertellen dat de kinderen een fijne tijd beleven tijdens de zeeklassen. De website gebruiken we vooral om informatie door te geven aan ouders, grootouders van activiteiten die nog moeten komen of activiteiten die voorbij zijn. Bijvoorbeeld verslagen met daarbij vooral fotomateriaal. De website is opgebouwd op basis van SharePoint templates. Een structuur die de school kan aanpassen naar eigen behoeften. SharePoint templates is eigenlijk een technologie die we hebben uitgewerkt op basis van schablonen. Het zijn voorgeconfigureerde schablonen, maar open configuratie, waarbij de school deze template kan aanpassen, zijn eigen logo kan opladen, zijn eigen kleuren kan kiezen, ook zijn eigen structuur kan invoeren. Door het gebruik van Office 365 zal het beheer van de IT-infrastructuur van een school eenvoudiger worden. Elke leerkracht zal bijvoorbeeld over een eigen mailadres van de school kunnen beschikken. Als men in een scholengemeenschap zit, hè, waar een ICT-coördinator de leiding heeft over het ICT-gebeuren binnen de school, wel, dan kan die man vanuit één centraal platform al deze scholen op een heel eenvoudige manier gaan bedienen. Een bijkomend voordeel is dat Office in de browser werkt. Men hoeft niet per se op de lokale PC Office te installeren, maar men kan eigenlijk in die browser binnen die cloudoplossing van Office 365 Word-documenten verwerken, PowerPoint-presentaties maken, Excel-sheets gaan uitwerken. Bovendien kan de papierberg op school kleiner worden. In de toekomst is de bedoeling dat we mededelingen, inschrijvingsstrookjes, documenten die ouders nodig hebben, die gerelateerd zijn aan kinderen en de school, dat die op de website kunnen geraadpleegd worden en dat die op die manier kunnen worden ingevuld. Het systeem zorgt er dus voor dat de communicatie tussen leerlingen, leerkrachten en ouders vlotter verloopt.